Joehoe! Chantal! Wat ga je hard? Ik ben daar. Goed zo. Ik heb het gehaald. Hoera. Nou, goed. 50 kilometer gefietst. Precies. Ja, en, dat hoe was het? Het was leuk. Ja. En zeker met dit weer. Het is echt verrukkelijk. Goed te doen. Nog pech gehad onderweg? Geen pech gehad onderweg. Nee, nee, niks. Bijzondere mensen ontmoet? Bijzonder, ja, één mevrouw. Die stond op de brug te wachten, dacht ik. Maar die durfde niet verder. Die was bezig met het werk aan haar fobie voor bruggen. Dus die heeft het daar even over gehad. Maar lieve Jacco en lieve Mirjam, jullie staan heel lekker in de zon. Maar ik wil even in de schaduw. Want... Ja. Lekker zo'n elektrische. Ja, zo'n elektrische fiets, dat is wel echt verrukkelijk. Nou. Huh? Nou, welkom hoor. Dank. Mooi hoor. Hoeveel kilometer was dat nou? Nou ja, 50. Precies. 50 kilometer. Ja. Dat was echt dwars door Rijnmond. Ja. Dus, en wanneer ga je weer? Morgen. En waar ga je dan heen? Terug. Oh man. Nee, maar het is wel bevallen. Geen zadelpijn. Nee. De motor is niet uitgevallen. Nee. Ja, ik had het regelmatig de accu van de Comrex losschudden. Als ik even over een heuveltje ging, een bobbeltje, dan schoot hij los. Maar dan had ik geen verbinding meer. Oh shit. Dat is twee keer gebeurd. Drie keer. Maar je ging op een gewone kaart. Je bent niet eens met een GPS gegaan. Nee. Oh. Geen knooppunten? Nee, dat snapte ik ook niet. Het is nog een mirakel dat je hier bent. Ja, eigenlijk wel, hè? Ik stink wel als een bunzie. Dus blijf maar daar staan, ja.